Dames en heren, jammer genoeg kan ik hier vanmorgen niet in levende lijve voor u staan. Maar als minister met nieuwe media aan de portefeuille heb ik natuurlijk meer mogelijkheden om u toe te spreken, vandaar deze videoboodschap. Het geeft mij een uitgelezen kans om te vertellen hoe ik de rol van bibliotheken zie. In onze kabinetsprioriteiten spelen bibliotheken een belangrijke rol. Nou, dat is maar vastgezegd. Mensen moeten vandaag en morgen hun weg kunnen vinden in het alsmaar uitdijende informatieoerwoud. Laat bibliotheken daarom samen met scholen de jeugd leren om relevante informatie op te sporen, te interpreteren en op waarde te schatten. Kortom, laat bibliotheken als tomtom van de kennissamenleving fungeren, ook overigens voor groepen die op achterstand staan. Zeker nu de commercie sterk oprukt, kunnen bibliotheken de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de publieke informatievoorziening waarborgen. Op dat gebied heeft u een reputatie hoog te houden. Bibliotheken zijn bovendien dé leesbevorderaars par excellence. Ik herinner me dat ik zelf als schooljongen eerst de lokale bibliotheek in Den Haag Zuidwest leeglas en toen de lange Meppelweg affietste om in de centrale bibliotheek te mogen grasduinen. Voor mij staat vast dat u ook de natuurlijke buddy bent voor hooggeletterden en voor laaggeletterden. Bibliotheken hebben een groot publieksbereik en ze zijn laagdrempelig. Dat maakt ze tot de ideale vraagbaak voor nieuwkomers, maar ook prima geschikt om cultuur dichter bij de mensen te brengen. Ik zou graag zien dat u al deze rollen in het kader van de bibliotheekvernieuwing uitbouwt. Die vernieuwing is in een cruciale fase aangeland. Tot nu toe speelde het zich vooral af achter de schermen, dat is begrijpelijk, maar nu wordt het toch echt de hoogste tijd om het publiek van uw inspanningen te laten profiteren. Om snel resultaat te boeken, moeten partijen weten wat ze willen, de hart aantrekken en eensgezind optrekken. Ik doe daarvoor juist een beroep op u. U bent immers de drager van de vernieuwing. Bibliotheken kunnen niet alles, ze zullen moeten kiezen. Ook al omdat hun positie door de ontlezing, door Google, door Wikipedia en dergelijke onder druk is komen te staan. Een scherpe visie op de eigen toegevoegde waarde is voor uw toekomst van het allergrootste belang. Ook om die reden vraag ik u om samen met uw brancheorganisatie eensgezind op te trekken. Ik hoop dat ik voldoende duidelijk heb gemaakt waarom ik de bibliotheekvernieuwing erg belangrijk vind en waar mijn prioriteiten liggen. Rest mij om u een mooi en een vruchtbaar congres toe te wensen.